Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Nou, zoals jullie kunnen zien, hier achter mij staat, vertrouw op God, Hij zorgt voor jou. Daar ga ik het vandaag over hebben, over vertrouwen op God. De Bijbel zegt in Spreuken 3, vers 5 tot 6, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Je kunt God vertrouwen. Hij houdt van je en luistert naar je. De Bijbel zegt dat hij zelfs het geluid van je tranen hoort. Psalm 6 vers 8. Hij is je vriend en je kunt je hart voor hem openen. Zelfs op dit moment. De Heer, Hij is degene die de eeuwigheid in zijn handen houdt. Hij is de Almachtige God. Als iemand op mij vertrouwt, zal ik goed voor hem zijn. En met hem zal het goed gaan. Jeremia 17, vers 7. Als we de Heer met heel ons hart zoeken, zullen we hem vinden. Hij laat zich vinden door ons. Richt je hart op hem. Zoek hem met je hele hart. En steun niet op je eigen inzicht. God heeft oplossingen die onze capaciteiten, ons begrip en onze mogelijkheden overtreffen. Het is het beste om te vertrouwen op zijn manieren in plaats van onze eigen manieren. Ken hem in al je wegen. Dat betekent dat je God aan het stuur laat. Sluit hem niet buiten. Maak hem deel van elk aspect van je leven. En dan zal hij je paden recht maken. Alleen God kan de bergen verlagen of de valleien verhogen. Jesaja 40 vers 4. En ik geloof en bid dat hij dit voor jou doet, omdat je op hem vertrouwt met heel je hart. Jozua kreeg een opdracht. Het volk het beloofde land in te leiden en te veroveren. Een reusachtige opdracht, maar één die God hem gaf in vertrouwen. Hij gaf Jozua iedere stap aanwijzingen, zoals hij dat ook bij Mozes had gedaan. Aanwijzingen die soms best moeilijk waren op te volgen en die vertrouwen in God vereisten. Best een uitdaging toch? Ja, dat vond het volk ook. Het volk staat op het punt om Jericho in te nemen. God geeft hen via Jozua de laatste aanwijzingen. Denk erom dat alles voor de Heer is. Jullie mogen niets als buit meenemen naar het tentenkamp. Als jullie dat toch doen, komt er een vloek over het tentenkamp van Israël. Alles wat van zilver, goud, koper of ijzer is, is voor de Heer. En hij zal de schat... Alles wat van zilver, goud, koper of ijzer is, is voor de Heer en zal bij de schat van de Heer komen. Jozua 6, vers 18 tot 19. Deze opdracht gaat het niet zo goed af. Er wordt tegen Gods bevel ingegaan. Niet veel later geeft God min of meer vergelijkbare opdracht, namelijk het innemen van een stad. Maar dit keer mag het volk de buit houden. Jullie zullen met de koning van Ai hetzelfde doen als met Jericho en zijn koning. Alleen mogen jullie nu de buit en al het vee zelf hebben. Laat een deel van de andere mannen in een hinderlaag aan de andere kant van de stad liggen. Jozua 8 vers 2. Een ander stuk uit de Bijbel, dat gaat over Abraham.
God vroeg Abraham zijn zoon Isaac te offeren. Nou, het leek eigenlijk totaal onlogisch, want God beloofde hem eerst zijn zoon en om vervolgens weer af te nemen. Maar Abraham vertrouwde God dwars door zijn eigen vraagtekens heen en dat was voor God genoeg. Abraham bracht de test tot een goed einde. Het volk ging het iets minder goed af. Was het niet ontzettend bijzonder geweest als het volk zich aan Gods aanwijzingen had gehouden? Had het de buit uit Ai dan niet veel meer ervaren als een gift van God? Had het hun vertrouwen in God niet ontzettend vergroot, zoals het bij Abraham ook deed? Vertrouwen in God kan een moeilijk punt zijn. Misschien herken je het. Misschien zit je precies in zo'nzelfde situatie. Vertrouwen in God is een uitdaging en kan best lastig zijn. Het volk moest leren vertrouwen in God te hebben. En Abraham die moest ook leren vertrouwen op God. En ook wij mogen dat leren. Alleen dan kan onze relatie met hem tastbaar worden. Wat is hetgeen waarin jij vertrouwen in God wilt hebben? Iets kleins, zoals een project op school. Iets groots, zoals een baan, een studie of een relatie. Neem het in je eigen handen en geef het iedere dag weer aan God. Begin er de dag mee en geef het over. Je zult zien, op den duur leer je vertrouwen in God te hebben. Je mag staan op de beloften die in deze Bijbelteksten wordt gegeven. God voorziet, iedere keer weer. Laat dat je vertrouwen in God geven om het iedere keer weer bij hem te leggen. Dat we samen met Genesis 22 vers 14 mogen zeggen, de Heer zal geven wat nodig is. Wat betekent nu op God vertrouwen? Nou, voor de een betekent vertrouwen op God totale passiviteit. God moet alles doen. Voor de ander is het een reden om triomfantelijk te denken. Ik kan alles, want God is met me. En een derde voelt zich schuldig of twijfelt aan zijn geloof, omdat er van alles misgaat in zijn leven, terwijl hij zich wel aan God wil toevertrouwen. En weer een ander overschreeuwt zijn angst dat God hem in de steek laat. Vertrouwen op God is geen gevoel. Vertrouwen op God of in God betekent dat je bereid bent je aan hem toe te vertrouwen. Omdat je gelooft dat hij betrouwbaar is en nooit zal handelen op een manier die jou benadeelt. Het is dus geen gevoel, maar een keuze die je maakt. Het betekent niet dat je jezelf initiatiefloos bent. Je maakt plannen en voert die uit. Maar je legt ze ook aan hem voor, zodat hij je indien nodig kan corrigeren. Gewoon door je op andere ideeën te brengen. Maar jij blijft wel zelf aan zet. Jij maakt de keuzes. Bij hem word je geen klein kind dat beschermd wordt tegen pijn en moeite. En je hoeft je ook niet krampachtig te doen en op je tenen te lopen, omdat je geen fouten zou mogen maken. Nee, vertrouwend op God kun je fouten maken, of met tegenslagen en mislukkingen te maken krijgen. Maar dat zegt niets over jouw geloof. Zoals het ook niets zegt over Gods liefde voor jou. Ten alle tijden doet God wat je van hem mag verwachten. Hij is erbij. Hij baalt er samen met jou van als er iets niet lukt. Maar hij laat je hoe dan ook niet in de steek en kijkt al vooruit naar de volgende stap die je gaat doen. Want dan gaat hij ook met je mee. Spreuken 3 vers 5 en 6 zegt: vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Denk bij hem aan alles wat je doet, dan baant hij de weg voor jou. Vertrouwen is moeilijk, vooral als je
levensweg anders gaat dan je had gedacht. Hoe kun je dan toch op God blijven steunen? Accepteer Gods trouw. Gods trouw is een van de mooiste karaktereigenschappen van God. Hij is trouw aan zichzelf, trouw aan zijn woord en trouw aan zijn schepping. Hij is intens betrouwbaar. Misschien maakt hij zijn belofte pas jaren later waar, maar denk aan Abraham die heel lang moest wachten op de vervulling van Gods belofte. Maar hij zal doen wat hij heeft beloofd. En al voel je je door iedereen om je heen verlaten, hij zal je nooit in de steek laten. God is altijd trouw, en ook wanneer wij ontrouw zijn. Telkens weer toont God zijn trouw. Ook als mensen ontrouw aan hem en zijn geboden zijn. God wil al die ellende in de wereld niet, waar hij overigens wel vaak de schuld van krijgt, alsof hij het heeft veroorzaakt. Maar hij wil zijn schepping zijn liefde en genade tonen. Hij zegt, wie mij met hart en ziel zoekt, die zal mij vinden. Jeremia 29 vers 13. Hij laat nooit los wat zijn hand ooit is begonnen. Aanvaard Gods liefde. Een goed gehecht kind vertrouwt gewoon. Als hij iets eng vindt, zal mama hem troosten. En als hij springt, pakt papa hem op. En als een vreemde hem een snoepje wil geven, pakt hij het gewoon aan. Maar in het leven van iedereen komt een moment van teleurstelling. En vooral van teleurstelling in mensen. Bijvoorbeeld op school, in de familie, in de kerk of op het werk. Anderen blijken toch niet zo betrouwbaar te zijn als jij dacht. Nou, dan knakt je zelfvertrouwen wel even. En is je vertrouwen beschadigd, dan zul je opnieuw moeten leren vertrouwen. En je opnieuw aan mensen en ook aan God leren verbinden. Dan kun je de volle liefde ervaren zoals God die wil geven. Hoe mooi is het dat God zelf jou dat vertrouwen terug wil geven. Hoe geweldig is het dat je door Jezus offer, God als je Abba Vader, jouw papa, in je leven mag ontvangen. Romeinen 8 vers 15. Gods liefde voor jou is zo ongelooflijk groot, wat voor ellende je ook meemaakt of hebt meegemaakt. Zijn liefde kan alle pijn en verdriet herstellen. Ga op weg. Pas als je ik wil graag alles onder controle hebben. Dus echt maar, zeg maar van, ja, ik wil dit en ik wil dat. En ik kan, ja. Dan, als je dat loslaat, dan kun je gewoon stapje voor stapje op weg gaan. En dan kun je je vertrouwen op God ontwikkelen. Want loslaten is hierbij een heel belangrijk ding. Als je altijd op de bank blijft zitten, kun je nooit vertrouwen ontwikkelen. Simpelweg omdat er niets te vertrouwen valt. Juist dan kan je groeien. Dus ga, ook al ben je bang. Ga, ook al weet je niet vooraf wat het je zal brengen. Ga gewoon, omdat God het van je vraagt. Hij zal je hand vasthouden en hij belooft, ik zal er altijd bij zijn. Er zullen ook tijden aanbreken waarin ons geloof in God van ons vereist dat we in het onmogelijke geloven. Bijvoorbeeld Sarah en Maria hadden beiden met onmogelijke omstandigheden te maken. Ook was Sarah onvruchtbaar en 90 jaar oud, toch werd zij zwanger. Zij vervulde hiermee Gods belofte en eed. Hebreeën 6 vers 17 tot 18. Abrahams nakomelingen zouden zich tot ontelbare miljoenen vermenigvuldigen. Gods belofte brengt hoop. Jesaja 7 vers 14 werd vervuld toen Maria door de Heilige Geest zwanger werd. Lucas 1 vers 31 tot 32. Via een onschuldig meisje kwam de redder van de mensheid de wereld binnen. In alle gevallen vereist een vertrouwen in God dat we antwoorden moeten verwachten die oneindig en eeuwig zijn.
dat we geloven dat alles mogelijk is. Een ander verhaal uit de Bijbel is dat Jezus loopt op het water. En daar ga ik ook een stukje van zeggen. Nadat hij de 5000 mensen te eten gaf, ging Jezus een berg op om te bidden. Zijn discipelen gingen met een boot naar de overkant van het meer van Galilea. Toen het avond werd, begon het te waaien en werden de golven hoger. Later die avond ging Jezus met zijn discipelen... naar zijn discipelen toe. Hij liep op het water om naar de boot te gaan. De discipelen zagen hem op het water lopen. Ze waren bang en dachten dat het een geest was. Jezus riep naar hen: "Ik ben het, wees niet bevreesd." Ja, Petrus wilde ook op het water lopen. Jezus zei dat Petrus naar hem toe moest komen. Petrus klom uit de boot en begon op het water naar de heiland toe te lopen. Maar omdat het zo hard waaide, werd Petrus bang en begon hij te zakken in het water en riep Jezus om hulp. De heiland pakte de hand van Petrus. Hij vroeg Petrus waarom hij niet meer geloof had. Toen Jezus en Petrus bij de boot kwamen, hield de storm op. Alle discipelen aanbaden de Heer. Zij wisten dat hij de Zoon van God was. En nog een verhaal uit de Bijbel. Dat is dat Jezus de storm stilt. Daar ga ik ook een stukje nog van vertellen. Op het meer stak er een stevige storm op en de golven kwamen over de rand, zodat die vol water kwam te staan. Maar Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: "Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?" Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: "Zwijg, wees stil." De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: "Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?" Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: "Wie is hij toch dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?" Ja, zalig zijn zij die niet gezien hebben. Die niet leven bij hun zintuigen, omstandigheden of ervaringen. Maar die toch geloven. Dat kun je ook vergelijken bijvoorbeeld met parachute springen. Nou, ik heb het dus zelf, heb ik ook voor de kijkers thuis. Ik heb laatst een zelfstandige parachutesprong gedaan. Nou, ik kan je zeggen, het was behoorlijk heftig daarboven. In mijn emoties. Maar goed. Ik ga even vertellen van wat er nou precies gebeurt als je met God in het vliegtuig gaat en uit het vliegtuig moet springen. Maar die had ik toch wel echt nodig hoor, om eruit te gaan. Dat kan ik je zeggen. Weet je, dat als je gaat parachute springen, dan weet je gewoon, nou, ik heb mijn parachute om, heel veel mensen hebben verteld dat het fantastisch is. Ik geloof dat je op het randje staat. Moet ik het doen? Moet ik het niet doen? Ja, je hebt alles wat je weten moet. Ja, je weet dat het heel eenvoudig is. Ja, je hoeft alleen maar te springen. En aan het touwtje te trekken natuurlijk. Maar ja, meer hoef je ook niet te doen. Ja, kijk of je parachute goed is opengegaan. Alleen, stel je voor dat die niet open gaat. Stel je voor dat het niet werkt. Weet je, geloof is gewoon een stap zetten op basis van feiten die je weet. Dat is bijvoorbeeld, ik heb een parachute om, heel veel mensen hebben het gedaan. Je moet aan het touwtje trekken en dan komt het goed. Je kunt misschien wel een beetje angstig zijn. En de eerste keer dat je springt, schrik je ook ontzettend. Maar als dan die parachute in één keer openklapt, dan is dat zo'n kick. Dat is echt niet normaal. Ik heb ook echt genoten onder die parachute. Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Maar ik moest echt wel leren op God te vertrouwen, want anders denk ik dat ik
niet gedaan hebt. En dan nog is het moeilijk om eruit te gaan. Ondanks dat je weet dat God met je meegaat. Je moet echt een stap zetten in geloof om dit te durven. Maar goed, ik heb nog een gedicht. En dat ga ik nu voorlezen. Wat de toekomst ook mag geven, hoe de levensloop mag zijn, laat ons maar op God vertrouwen. Hij wil onze herder zijn. Dus hoeven wij maar te volgen, volgen in het rechte spoor en niet bang te zijn voor de toekomst, want de Heiland gaat ons voor. Hij voert ons langs ravijnen, houdt ons daarbij stevig vast en gaan wij door diepe dalen, dan draagt hij onze last. Dus laat ons maar vol vertrouwen onze levensweg blij gaan, omdat wij mogen geloven dat God met ons mee zal gaan. En het laatste wat ik wou zeggen is, om jullie te vertellen, wat betekent eigenlijk vertrouwen? Nou, dat betekent, dat zijn de laatste woorden die ik zeg en daar eindig ik mee. Vertrouwen betekent durven loslaten en weten dat God je opvangt. Amen. Schrijf ze in je hand.